Heel fijn dat u er allemaal bent. Ik zou haast willen zeggen, ich bin ein Delftenaar. Maar dat is in mijn geval omdat dit mijn geboortegrond is. Ik heb hier mijn hele jeugd doorgebracht, dus het bracht allerlei herinneringen in mij boven toen ik hier het station, wat ik nog niet eerder zo had meegemaakt, uitstapte. En over de spoorsingel liep die ik absoluut niet meer herkende, zodat ik uiteindelijk maar via de Poldersgracht, is dat denk ik, naar de Oude Delft ben gelopen en ja, dat deed weer mijn hart kloppen. En toen kon ik ook het poortje naar het Agathaplein vinden. En toen zag ik dat parkje bij het Prinsenhof weer. En daar kwamen allerlei herinneringen boven waar ik u niet mee zal lastigvallen. Want we gaan het ergens anders over hebben. Namelijk, dat is al ingeleid door Koen, over het denken en wat dat met de hersenen te maken heeft. En ik hoop dat ik sommigen van u aan het twijfelen breng, maar in ieder geval ieder van u iets duidelijker beeld kan schetsen dan vaak geschetst wordt. Want het heikele punt is inderdaad altijd van maken de hersenen, produceren die nou bewustzijn, of zijn hersenen een instrument, een organon, dat is telt als instrument. Zijn hersenen gewoon een orgaan en gebruiken we die om te denken zoals we onze benen gebruiken om te lopen? Nou ja, dat zijn twee standpunten die onverzoenlijk lijken, maar het is misschien mogelijk dat er nog een soort tussenstand te vinden is. Hoewel je dat niet zou denken als je de titel van mijn boek zo ziet, dan denk je dat ik al heel duidelijk een kant gekozen heb. Nou, dat heb ik ook, maar het ligt wat subtieler dan je in een krantenkop of in een titel van een boek kunt zeggen. Dat wordt altijd een beetje ongenuanceerd, maar dat trekt ook eerder natuurlijk de aandacht. Dat moet ik zeggen. Je zou kunnen zeggen dat, ik ga gewoon meteen de clue al weggeven, dat het bewustzijn, nee, ik ga de clue nog niet weggeven. Nee. Laten we eerst eens het kleine probleem schetsen van wat de mensen die zeggen dat de hersenen bewustzijn produceren, waar ze niet overheen kunnen komen. En dat is het kleine probleem van hoe gebeurt dat dan? Niemand die dat kan vertellen, hoe hersenen bewustzijn maken. Het enige argument daarvoor is, ja, maar waar komt het bewustzijn anders vandaan? Dat moet toch ergens vandaan komen en dat kan niet anders dan uit die hersenen komen. Ja, misschien kan het wel ergens anders vandaan komen. Dat is niet genoeg argument. In ieder geval, er kan niet verteld worden hoe dat gebeurt. En misschien is een van de belangrijkste redenen daarvan wel dat bewustzijn heel moeilijk in natuurwetenschappelijke termen te beschrijven is. Je kunt het niet meten, je kunt het niet wegen. Het is niet ergens van gemaakt, waarvan wij weten dat het een stof is die bekend is. Het is nergens van gemaakt. We weten niet wat het is. En dat is eigenlijk heel vreemd dat wij niet weten wat het is, want het is nou juist iets wat u het meest intiemst kent. Veel intiemer dan die hersenen die u nog nooit gezien hebt. Tenminste, dat neem ik aan, levende hersenen. Mijn vak is het dat ik het nou eenmaal wel heb gezien, maar daarmee kan je nog niet die verbinding leggen natuurlijk. En andersom, de redenen om andersom te denken, dat die hersenen misschien zelfs dat het bewustzijn misschien zelfs de hersenen maakt, daar zijn heel veel argumenten voor. Het is tot op de molecuul nauwkeurig uitgezocht hoe de hersenen het bewustzijn vormgeven. Dat is prachtig beschreven door deze schrijver, Joseph Ledoux, een fantastische neurowetenschapper. En ik laat dit even zien vanwege de ondertitel, die u zelf kunt lezen. Maar ik zal het toch even voorlezen. How our brains become who we are. Want misschien ziet u het achterin niet zo goed. En daarmee zegt hij dus niet wij zijn ons brein. Nee, hij zegt wij maken ons brein zelf eigenlijk. En ik heb twee voorbeelden, in mijn boek veel meer. Maar ik laat u twee voorbeelden zien waaraan dat eigenlijk, waar je eigenlijk niet anders meer kunt concluderen dan dat dat zo is. Voor één voorbeeld moeten we een tijd teruggaan naar Roemenië, de tijd dat Ceausescu daar nog de scepter de baas was. Zwaaide, dat was het woord. Hij zwaaide. Hoewel, dat heb ik hem nooit zien doen.
Ik heb nog wel die vreselijke scène gezien dat hij daar gevangen genomen werd met zijn vrouw en gedood. Maar goed, dat was misschien wel zijn verdiende loon. Maar daar gaat het hier vanavond niet over. Het was vreselijk in Roemenië en de mensen hadden helemaal geen geld om kinderen op te voeden. Als ze één kind hadden en ze kregen nog een kind, dat tweede kind daar hadden ze geen geld voor. En dat stuurden ze dan naar een weeshuis. Dus dat zat helemaal vol. Al die weeshuizen zaten stamvol. Niet omdat zoveel ouders overleden waren, maar omdat die ouders geen geld hadden om hun kinderen op te voeden. Die kinderen die lagen in ledikantjes en deden niets anders dan in die ledikantjes liggen. Er werd voor voedsel gezorgd, ze werden misschien ook nog wel eens verschoond zo nu en dan, maar dat was dan ook alles wat er met die kinderen gebeurde. Die kinderen beleefden dus helemaal niets. Er werd niet geknuffeld, niet gepraat, niks, niemendal. En hier zie je het resultaat wat je dan na 3 jaar in zo'n situatie verkeerd te hebben als kind kunt vertonen. Links zie je een scan van een normale hersenen met schedel eromheen. En u ziet dat dat verwaarloosde kind, dat dat een heel klein hoofdje heeft, met kleine onderkomen hersentjes, met grote, laat ik dit dan ook gebruiken, grote ventrikels, zoals dat heet, hersenkamers met vocht gevuld, veel groter dan hier. De ruimtes tussen de kronkels, zal ik maar zeggen, die zijn veel groter. Kortom, wat is hier aan de hand? Hier is in de witte stof, dat zijn de verbindingen, dus niet de schors. Durf ik het? Ja, ik durf het. Hier zit de schors, hè, aan de buitenkant. Maar hier aan de binnenkant, dat zijn de verbindingen tussen die neuronen die in de zenuwcellichamen die in de schors liggen. Die verbindingen, daar is wat mee. Die zijn gewoon niet extra gemaakt. Vanaf de geboorte is daar niks nieuws meer bijgekomen. Die kinderen die waren dus niet alleen wat betreft hun hersenen achtergebleven, maar ze waren echt helemaal achterlijk in hun gedrag. En hun, en niet omdat ze genetisch niet in orde waren, of omdat er een Zika-virus was geweest in de zwangerschap, maar omdat ze verwaarloosd waren. En dat heeft heel lang geduurd, die situatie daar in Roemenië. Maar vorig jaar kwam er in Nature een artikel van psychologen die zich het lot van die kinderen hadden aangetrokken. En die waren, nadat Ceausescu dus van de wereld verdwenen was, is dat nog een tijd doorgegaan met die weeshuizen. En er zijn Amerikanen geweest die zich dus het lot van die kinderen aantrokken. En die hebben een groepje van 2-jarigen uit die weeshuizen gehaald. Dus die waren al geretardeerd. En die hebben ze ondergebracht in pleeggezinnen. Die bestonden nog niet in Roemenië. Want dus als je geen mogelijkheid hebt om meer dan 1 kind op te voeden, dan ga je zeker geen pleegkinderen nemen. Maar inmiddels was de situatie al wel verbeterd. Dus dat was nu mogelijk. En die hebben ze 5 jaar gevolgd. En na 5 jaar waren die kinderen die dus in die pleeggezinnen waren geweest en van alles beleefd hadden en van alles geleerd en hadden leren praten, die waren bijna op hetzelfde niveau gekomen, ook wat betreft hun hersenontwikkeling, als kinderen die gewoon vanaf het begin af aan bij hun ouders waren opgegroeid. Maar de kinderen die achtergebleven waren in die huizen, die waren nog geen spat verder als we hier zien. En nou kan je dus concluderen dat bij die kinderen die in die pleeggezinnen kwamen, dat hun bewustzijn als het ware gewekt werd door hun pleegouders. En ze hebben allerlei ervaringen gehad. Dat is ook een kwestie van bewustzijn. Alles wat je ervaart is bewustzijn. En dat heeft ervoor gezorgd dat er allerlei nieuwe verbindingen kwamen in die hersenen. Maar niet alleen het feit dat ze zoveel ervoeren, dat ze zoveel meemaakten, speelde daar een rol in. Ouderliefde en gewoon genegenheid, dat zorgt er ook voor dat er groeistoffen zich vrijmaken in de hersenen. Die helpen dat er nieuwe verbindingen groeien, die daarbij ook helpen. Dus je kunt daaruit concluderen dat ten eerste je hersenen niet groeien als er geen bewustzijn is wat daar aanleiding toe geeft. En ten tweede dat je dat zeker als kind ook niet in je eentje kunt. Volgende
voorbeeld wat ik wil geven is een heel erg vage man. Want dit speelt zich namelijk af in 1959, toen fotografeerden ze nog niet zo goed. Dat is niet waar natuurlijk, maar dat is het enige plaatje wat ik van hem heb kunnen vinden. Dit is Pedro Bach Irita, dat was een hoogleraar Spaanse taal en letterkunde in New York. En op zijn 65ste jaar kreeg hij een enorme beroerte. Hij kon niet meer praten en zijn rechterkant was verlamd. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis in New York. En na een maand volledig onveranderd weer afgeleverd bij zijn twee zoons. Hij was weduwnaar en had twee zoons thuis. De ene in de opleiding tot neuroloog en de andere in de opleiding tot psychiater. Nou, dat belooft wat. Nou, inderdaad, vooral de psychiater was nog niet behept met het idee dat daar niks meer aan te doen was. En die dacht, mijn vader moet alles weer leren zoals een kind dat doet. En ja, de mannenhuishouden, dus dat gebeurde niet zachtzinnig. Hij dacht, een kind begint met kruipen. Dus mijn vader moet ook weer kruipen. En hij gooide dan een muntstuk op de grond en zei, Dad, go get it. En vader kroop dan naar die, want vader wilde wel, die wilde er van alles aan doen natuurlijk. En die kroop naar die dime, zullen we dan maar denken dat het was, en pakte hem op. En dan werd er weer een muntstuk gegooid. Het was, ja, om dat nou in huis te doen was eigenlijk vervelend. Ze hadden nog een buitenhuis in New Mexico en daar hadden ze een prachtige tuin en daar hield die vader zo erg van. Dus het nuttige met het aangename verenigde zich, gingen ze daarheen en gingen in de tuin verder oefenen tot afgrijzen van de buren die kruipende vader zagen met zo'n bevelende zoon erachteraan. Goed, in 3 jaar wist vader van kruipen naar leunend tegen de muur rechtopkomend te leren lopen. Hij leerde weer te praten. Hij leerde eigenlijk alles weer wat hij kwijt was door zijn beroerte. Na 3 jaar kon hij zelfs zijn hoogleraarschap weer op zich nemen in New York. Onbegrijpelijk haast. En hij hertrouwde, ook niet een onbelangrijk detail. Kortom, alles deed het weer. Het ging zelfs zo goed, en ja, op een gegeven moment was hij wel met pensioen. En toen gingen ze bergklimmen in Colombia. Hij met zijn zoons, dat was een jaar of 10 na de beroerte. En toen bovenin de Andes kreeg hij een hartinfarct. En ja, geen helikopters of zo die hem konden helpen, dat was het einde. Maar het is niet het einde van dit verhaal. Want die zoons, die waren natuurlijk erg benieuwd wat er nou gebeurd was in die hersenen. En er is een obductie gedaan. En die hersenen zijn bekeken. En dat is gepubliceerd. En het bleek dat 97% van de verbindingen tussen de schors en het merg was kapot. Blijvend. Dat was niet hersteld. Dus dat herstel van die vader heeft niet te maken met herstel van die zenuwvezels die door de beroerte kapot waren. Er zijn nieuwe verbindingen gekomen met gebieden die nog wel gezond waren, die dat hebben over kunnen nemen. Dat is dus ook allemaal wat ik hier nu noem, noemen we neuroplasticiteit. Namelijk dat je je hersenen zelf, plasticiteit, hè, dat je ze kneedt als het ware, dat je ze vormt. Je vormt zelf je hersenen. Dat doen we allemaal. Nu vanavond zit u dat ook te doen. U hoort mijn verhaal en er gebeurt van alles in die hersenen. Onder andere, en dat is het belangrijkste, er komen steeds andere en nieuwe verbindingen. Dat doet u ook als u iets doet zelf, als u denkt, als u iets ziet, hoort, als u iets oefent. Neuroplasticiteit heet dat. En dat is dus door die Joseph Ledoux die we er net zagen, helemaal beschreven hoe dat met moleculen en al gebeurt. Wat daar de aanleidingen voor zijn en waarom er nieuwe verbindingen ontstaan. Dus de conclusie hier van dit verhaal van die meneer Bagirita zou kunnen zijn, hij heeft ook zijn hersenen als het ware zelf hersteld. Maar dat roept wel 3 interessante vragen op. Hoe kun je nu weer gaan bewegen als de gebieden die daarvoor bedoeld zijn om dat te sturen, de motorische gebieden, als die zijn uitgevallen, want dat was bij hem zo. Hoe kan je dat dan doen? Als je je brein bent, kan dat niet.
hoe heeft hij weer kunnen leren spreken als zijn spraakcentra, die daar links zitten, want dit was een linkszijdige beroerte, als die zijn uitgevallen? Hoe kan je dan leren spreken als je je brein bent? Maar het meest verbijsterende vind ik nog het feit dat hij gewoon zijn hoogleraarschap weer op zich heeft kunnen nemen. Ik weet niet of het op hetzelfde niveau was als daarvoor, maar het feit dat hij dat kon, dat wil toch wel wat zeggen. Waar die vaardigheden en die kennis die daarbij horen, waar zaten die dan niet in die hersenen? Heel merkwaardig. Ik heb daar niet meteen een antwoord op. Waar, hoe die dat weer meteen heeft op kunnen pikken. In 3 jaar, die zoon zei van, hij moet het allemaal wel leren als een kind. En in 3 jaar leert een kind niet zo'n hoogleraarschap op zich te nemen. Hè? Dus dat is toch een eigenaardig raadsel. Nou ja, de gedachte is, dat zal ik nog uitleggen, dat is ook mijn gedachte, dat wij dus door die neuroplasticiteit kunnen leren. Misschien kunnen we dat meteen... Nee, dat is de verkeerde. Ja, er is nu een neurowetenschapper, Jill Bolte Taylor. Die heeft het helemaal zelf gevolgd. Die merkte dat, die had ook een linkszijdige beroerte. En die volgde precies wat er aan de hand was, totdat ze inderdaad de woorden kwijtraakte. En ik heb haar meegemaakt. De vertaling van haar boek, iets met insight, ik weet het even niet meer. En ze was een spraakwaterval. Echt ongelooflijk. Die praatte alles aan elkaar. En het was net zo'n verhaal eigenlijk. Bij haar was het haar moeder, die ook dacht, ze moet als een kind alles weer opnieuw leren. Die kroop bij haar in bed en ging haar wiegen. Zo begon het allemaal. En daar duurde het trouwens langer bij die Jill Bolte Taylor. En die is nog niet zo oud. En ze leeft nog, dus we weten nog niet hoe dat in die hersenen zich... hoe dat is, daar moeten we op wachten. Ze is jonger dan ik, volgens mij. En... Dus ik hoop voor haar dat ik dat niet mee ga maken. Maar het komt dus vaak voor. Maar dat is een terechte vraag. Het is wel zeldzaam. Ik heb een keer zo'n verhaal gedaan voor geriaters en mensen die in verpleeghuizen arts waren. En die waren echt verontwaardigd dat ik met zo'n voorbeeld aankwam, want zij hadden dat nog nooit meegemaakt. Nee, dat is het ook niet. Je hebt echt heel erg gemotiveerde, liefhebbende familie nodig om zover te komen. En gewoon iemand die het gewoon voor zijn beroep doet, hoe goed en hoe lief en aardig die ook is, die zal dat nooit zo 24/7 kunnen doen. En iemand moet zelf natuurlijk ook vreselijk gemotiveerd zijn, maar ik denk dat het daar meestal niet aan ligt. Ik heb zelf ook een vriend die het heeft gehad. Ja... maar je hebt die contacten wel nodig om het op te roepen. Ja. Nou, de gedachte is dat het daar in die hersenen zit. En dat kan ik hier niet mee rijmen. En u zult mij straks ook horen beweren dat we onze hersenen daarvoor hebben. En dat is dus al... Dat is die twijfel waar ik het over had. Alles wat we ervaren, alles wat we doen, dat maakt nieuwe verbindingen, dat noemen we circuits. Dat vormt als het ware een spoor dat het bewustzijn weer kan volgen als je in eenzelfde situatie bent. En dat is niet zo, zodat je meteen, dat je niet elke dag weer opnieuw deze wereld hoeft te leren kennen, maar dat je weet waar het over gaat, omdat je dat gisteren en de rest... van je jeugd al hebt geleerd hoe de wereld in elkaar zit. Je kunt met de wereld omgaan omdat je dat hebt vastgelegd in je hersenen. Dat ga ik straks nog wat verder laten zien waar dat dan precies gebeurt. Je zou het kunnen vergelijken met een langlaufloipe. Dus als iemand snel wil gaan, dan gaat hij door hetzelfde spoor als zijn voorganger. Maar als je iets anders wil gaan doen, dan kost dat heel veel energie. Dan moet je dus iets anders...
en weer door de rulle sneeuw. En dat voorbeeld kun je eigenlijk nog wel verder laten, kan je verder gebruiken. Als dat spoor heel lang niet gebruikt wordt, dat is in de hersenen ook zo, als je iets heel lang niet gebruikt, dan sneeuwt het weer vol. Dan verdwijnt het. Dat noemen we neuroplasticiteit. En dat zorgt ervoor dat wij expert kunnen worden in iets. Als je iets heel vaak oefent, dan wordt het zo'n vaste verbinding dat het als het ware automatisch gaat. Dan automatiseren we dat. Maar goed, daar ga ik het straks nog over hebben. Dieren die dus geen hersenen hebben, maar wel zenuwen, die leren dat niet. Zo'n poliep bijvoorbeeld, als je die aanraakt, dan trekt hij zich terug. En als hij zelf iets aanraakt, dan trekt hij zich ook terug. Hij merkt het verschil niet en hij zal het dus ook nooit leren. Dat zal altijd hetzelfde blijven gaan. Terwijl één stapje hoger in de evolutie, of dat mag je niet zeggen tegenwoordig, hè, dus een stapje later. Wij zijn niet meer dan een rondworm. Nou, ben ik het overigens niet mee eens, maar dat is politiek correct om het zo te zeggen. Een zeeslak, dit is een heel populair dier in de neurowetenschappen, omdat hij een overzienbaar aantal neuronen heeft die centraal zijn hier in zijn kop. Dus dat is eigenlijk een soort voorloper van de hersenen. En ze zijn nogal groot, dus je kunt dus onder de microscoop vrij goed zien wat er gebeurt. En daar hebben ze allerlei proeven mee gedaan. Ze hebben die zeeslak gepest en ze hebben hem juist ook geaaid. En daar kon hij verschillend op reageren. En hij leerde dus te reageren op die verschillende prikkels. En dat zagen ze gebeuren in de verbindingen tussen die neuronen. Die veranderden. Dat was Erik Kandel die daar de Nobelprijs dan ook mee heeft gewonnen. En dus die slak die wist nieuwe circuits te maken. Nou zijn bij lagere dieren die circuits nogal dwingend. U weet, dieren hebben instincten. Nou, dat zijn circuits die eigenlijk genetisch al zijn aangelegd. En daar kunnen ze niet zo makkelijk van afwijken. Dat is automatisch. Maar daar hebben wij eigenlijk ook heel veel plezier van. Dat neuronencircuits... ons kunnen helpen leren automatiseren. Wij kunnen dat bewust doen. Als we nou een grote sprong maken en meteen bij de zoogdieren terechtkomen, dan zien we hier een vergelijking tussen de rat en de kat en de mens, wat betreft de hersenen. En ik wil even op iets wijzen, wat u zelf ook al ziet, maar ik zal het maar wel ter sprake brengen, formuleren voor u wat u ziet. U ziet kleurtjes, hè? Dit is het visuele gebied, dit is het auditieve gebied en dit is het sensomotorische gebied. Dus zowel gevoel als beweging wordt daar geregeld. Althans, dat houdt zich daarmee bezig. En wat ook erg opvallend is, is deze pukkel, die is heel groot en bij de kat is die nog groter en bij de mens is die er helemaal niet. Wat zou dat zijn? Iemand enig idee? Wat hebben wij nou niet zo opvallend wat dieren wel kunnen? Een neus, ja, het zijn de reukhersenen. Ja, die zijn uitgesproken bij de meeste zoogdieren en bij ons. Misschien is dat ook maar goed dat we niet zo goed ruiken. Hoe dan ook, dit is een gladde boel, hè, bij die rat. Terwijl bij die kat komen opeens allerlei kronkels en bij de mensen komen nog meer kronkels. En wel zoveel kronkels dat, nou, dit is haast niks meer, dat visuele gebied en dat auditieve gebied. En hier zie je dat sensomotorische gebied heeft een grens ertussen. Achter is het sensibele gebied en daarvoor is het motorische gebied. Die gebieden zijn niet zozeer klein, want ze zijn eigenlijk net zo groot als bij die rat, of misschien nog wel groter, maar de rest is gewoon veel meer. Er zijn ontzettend veel kronkels bijgekomen. En wat zijn dat nou voor kronkels? Dat noemen we de associatiegebieden. En wat is dat nou? Waar is dat nou voor? Wat levert dat nou op? Dat zal ik proberen uit te leggen aan de hand van het visuele gebied. Dat is in dit... Oh, gaat die weer. Ik ga het gewoon aanwijzen met mijn vinger. Het visuele gebied, dat kleine gebiedje hier, dat is het eerste gebied. Ja, dat heb ik eigenlijk niet uitgelegd. Dat moet ik natuurlijk nog even doen. Bij de rat zag je dat die hersenen... Dat kan ik natuurlijk nog wel even
laten zien. Die hersenen worden helemaal ingenomen door die primaire schorsgebieden. Dus het primaire visuele gebied, dat is waar de visuele prikkels als eerste binnenkomen. En het auditieve gebied, de gehoorsprikkel. En er is niet veel meer. Terwijl bij ons is er veel meer bij. En waar is dat nou voor? Die associatiegebieden, die gebruiken wij om dat wat wij zien als het ware te nuanceren. En dat wordt gefragmenteerd, verwerkt in de hersenen in allerlei kleine gebiedjes, waarvan de ene zich bezighoudt met ronde vormen, de andere met scherpe hoeken, weer een ander met stompe hoeken. Er is een gebied wat naar kleuren kijkt, er is een gebied wat speciaal voor gezichten is, er is een gebied wat zich bezighoudt met bewegingen naar rechts, of bewegingen naar links, of naar boven, of naar onder, of naar voren, of naar achter. Alles wordt gefragmenteerd. En dat zorgt ervoor dat we als het ware aan patroonherkenning kunnen gaan doen. Is dat duidelijk? Dus het wordt zo geanalyseerd dat je patronen kunt zien, in plaats van dat iets maar gewoon een beeld is waar je geen betekenis aan kunt hechten. Het gekke is dat dat niet meer terugkomt. Er is geen verbinding terug naar dat waar het weer allemaal bij elkaar komt. Dat is een van de grote vragen in de neurowetenschap. Waarom komt alles weer bij elkaar? Als u hier ziet, dan ziet u dit alles om u heen. U hoort mij praten. Dat komt allemaal samen als één geheel. In de hersenen komt dat niet samen. Er is niet een gebiedje waar alles bij elkaar komt. Wat er bij die rat dus niet is, is de mogelijkheid om nou eens te nuanceren van wat hij ziet. En hij heeft eigenlijk ook niks ertussen zitten. Hij moet onmiddellijk reageren op wat er bij hem binnenkomt. Er is niet die associatiegebieden die scheppen ook als het ware ruimte, een soort respijt. Om niet meteen te hoeven reageren, maar om eerst even te begrijpen wat er eigenlijk aan de hand is. Zo'n rat heeft dus minder vrijheid dan de mens, zou je kunnen zeggen. Waarmee ik niet wil zeggen dat ratten emotieloze automaten zouden zijn of zo. Hè? Want u weet dat het hele lieve huisdiertjes kunnen zijn. Ik heb het helaas niet over emoties deze avond. Emoties zijn ongelooflijk belangrijk bij het denken, maar ja, ik sla ze helaas om de tijd willen over. We moeten ratten ook weer niet onderschatten. Ze kunnen heel empathisch zijn, volgens Frans de Waal zelfs. Goed, die associatiegebieden, heb ik geprobeerd uit te leggen, die vullen wij dus als het ware zelf. Wij leren te zien wat we zien en daar kunnen we dus mee omgaan. Dat je weet, die stoel dat is 3 stappen ver. Dat weet je als kind nog niet, als baby. Die associatiegebieden zorgen ervoor dus dat wij kunnen leren en dat we dus expert kunnen worden op allerlei gebied. En expertise komt eigenlijk altijd neer op patroonherkenning. Dat weten we sinds A.D. de Groot, de beroemde methodoloog die in 1946 zijn dissertatie schreef over het denken van Den Schaker. Zo zagen die proefschriften er vroeger uit. En die heeft met alleen een schaakbord en stukken heeft hij topschakers en gewone clubschakers met elkaar vergeleken. En hij kwam erachter dat topschakers niet allerlei zetten vooruit zitten te denken, maar die zien gewoon een patroon en weten welke zet ze moeten doen. Dat is de reden dat ze simultaan kunnen schaken, dat ze snel kunnen schaken. Natuurlijk, een topschaker die een topwedstrijd zit te doen, die gaat wel weer opnieuw nadenken. Maar in het gewone doen, als ze met gewoon iemand aan het schaken zijn, dan denken ze daar helemaal niet over na. Want ze weten het, als het ware al. Ze herkennen de patronen. U kent natuurlijk, nou laten we dit nog even weglaten. Dat gaat dus eigenlijk onbewust, zou je kunnen zeggen. Dat klinkt gek, hè, dat een schaker onbewust zit te schaken, maar dat patronen herkennen, daar hoeft hij geen moeite voor te doen. Dat gaat onbewust. En u weet hoe knap dat onbewuste is. Als je eens een keer niet op een naam kunt komen van iemand, dan kun je ontzettend je best doen
en al je bewustzijn inschakelen om erachter te komen, maar hoe meer je je best doet, hoe verder die naam wegraakt. Je weet dat je hem weet, dat is ook zoiets eigenaardig, hè? Hoe kun je nu weten dat je iets weet wat je niet weet? Maar dat gebeurt hier toch. En wanneer komt die naam nou weer tevoorschijn? Als het niet meer belangrijk is. Als je aan iets anders kunt denken. Of even nergens aan denkt. Dus als je bewustzijn niet meer in de weg zit. En dat even niet meer ergens aan denken, dat is een geweldige truc. En dat is ook een truc die mensen die in de wetenschap vondsten doen, ook gebruikt hebben. Niet bewust, maar het overkwam hen. Von Kekulé bijvoorbeeld, die kwam achter de structuur van de aromatische verbinding, die u daar in het midden ziet. Ik druk niet meer op een knopje, want dan gaat het weer mis. Die kwam erachter toen hij een dutje deed en droomde van een slang die in zijn eigen staart deed. Maar hoe kan er nou zo'n droom zoiets opleveren? Dan moet hij wel van tevoren zich ontzettend met dat vraagstuk hebben beziggehouden. Anders gebeurt dat niet. Anders krijg je niet zoiets geschonken. Dus alleen als je die associatieschors flink gevuld hebt met een probleem waar je over na wilt denken, dan kan zo'n genade, zullen we het maar noemen, je overvallen. En dat is vaker voorgekomen. Dmitri Mendeleev, die droomde van een spel Patience. En bedacht toen opeens het elementensysteem. Ja, dit lijkt niet meer erg op een patience spel, maar u snapt het principe ervan wel. Ook het feit dat je dan die verbinding kunt leggen, dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat je daarvoor ontzettend mee bezig hebt gehouden van hoe zit dat nou eigenlijk met die atoomgewichten en die volgorde daarin. Wat voor orde kun je daarin scheppen? Zo zijn er nog veel meer. Descartes, die alweer bij een warme kachel sliep die in en droomde toen dat over de wiskundige samenhang van alle wetenschappen. En die droom is reuze interessant, maar daar hebben we nu geen tijd voor. Dit is ook reuze interessant. Erwin Schrödinger, de kwantumfysicus, die kwam opeens op het idee van zijn golfvergelijking terwijl hij aan het nagenieten was na een vrijpartij met een dame in Ascona. Dus ik geef maar wat tips. Werner Heisenberg, ook alweer een kwantumfysicus, die kwam op zijn onzekerheidsprincipe terwijl hij met hoge koorts te bed lag. Kortom, al die keren dat iemand dus echt niet nadacht over waar hij zich zo druk over maakte, toen kwam pas de oplossing. Nu wordt er tegenwoordig heel veel waarde gehecht aan dit gebied. Dit noemen we de Default Mode Network. In het Nederlands noemen we het rustbrein. Dat is een netwerk in de hersenen dat meteen aangaat zo gauw je je even nergens mee bezighoudt. Als je aan het dagdromen bent bijvoorbeeld. De neurowetenschapper die dat ontdekt heeft, die kwam opeens op het idee, we hebben nou zoveel naar hersenen gekeken bij bepaalde taken, maar wat doen hersenen eigenlijk als je ze geen taak geeft? En toen kwam hij erachter dat alle mensen aan wie hij dat vroeg, dat er dezelfde gebieden, dat zijn de paarse gebieden hier. Hier zit je tegen de binnenkant van de linker hersenhelft aan te kijken en hier de buitenkant. Dit is de linker hersenhelft, dus de binnenkant en de buitenkant. Die paarse gebieden, die lichten dan op. Die zijn dan actief. En nu wordt er dus gedacht dat die gebieden een rol spelen met dagdromen, maar ook met dit soort situaties die ik nu net geschetst heb. Maar dan wil ik toch nog iets anders vertellen. Mozart vertelt in zijn brieven, geloof ik, dat composities, dat die in zijn geheel bij hem opkwamen. Die hoefde die alleen maar op te schrijven. Daar deed hij geen enkele moeite voor. Daar hoefde hij ook niet een dutje voor te doen. Dat kwam gewoon bij hem binnen. En Beethoven heeft hetzelfde verhaal. En dat is gek, want... Waarom dat gek is, daar ga ik het straks nog even over hebben. In de wetenschap gebeurt er toch iets anders. Want Mozart, laten we nog even teruggaan bij Mozart, die had zich natuurlijk wel heel erg gespecialiseerd en daar waren zijn
was zijn associatieschors als het ware reuze mee bezig, met zijn eigen soort muziek. He, Mozart schrijft Mozartmuziek. En Beethoven is onmiskenbaar Beethoven als je die hoort. Overigens, wist u dat het echt tijdgenoten waren? Dat kan je je toch echt niet altijd voorstellen als je die twee volstrekt verschillende soorten muziek hoort. Bij Mozart kwam dus die muziek binnen en die kwam dus niet bij zijn tijdgenoot Salieri binnen. En ook niet bij Beethoven. Ieder zijn eigen soort muziek waar iemand zelf mee bezig was. In de wetenschap kan dat heel anders. In de kunst is het alleen maar op die manier mogelijk. Dan is iets echt aan iemand gebonden. Maar in de wetenschap kan het volgende gebeuren. Hier ziet u Newton, hier ziet u Leibniz en hier ziet u Christian Huygens. Allemaal tijdgenoten, dat is onmiskenbaar hè, als je die plaatjes ziet. Die kwamen allemaal dus ongeveer op dezelfde tijd, maar volledig onafhankelijk van elkaar op de vondst van de integraalrekening. Je zou haast zeggen dat zo'n vondst dus in de lucht hing. En hetzelfde gebeurde met de evolutietheorie, Jean-Baptiste Lamarck, Wallace en Darwin. Die kwamen ook, ja, Lamarck was iets vroeger, moet ik gezegd. En er waren al meer mensen die zo dachten, maar die kwamen toch allemaal ongeveer in dezelfde tijd op de evolutiegedachte. Ik zei alsof die gedachte in de lucht hing. Dat is een gevaarlijke gedachte, hè? Want dan zou dat betekenen dat ideeën dus van buiten kunnen komen. Nou, stel je nou eens voor, bij Mozart bijvoorbeeld. Zou het anders voorstelbaar zijn dat zo'n compositie al klaar lag in die associatieschors? Dat lijkt me toch heel raar. Dat kan toch niet, iets nieuws dat dat al klaar ligt, dat hij daarmee geboren is. Of dat moet, dan zou dat dus een biologisch gegeven zijn. Ja, ja, maar hij, ik bedoel, dat de elementen van zijn muziek daar aanwezig waren, dat is ongetwijfeld waar, maar dat een hele compositie in één geheel klaar ligt, als het ware. Hij beschrijft het echt en Beethoven ook. Ik hoefde het alleen maar op te schrijven. Dat is toch wel sterk als dat dan al aanwezig zou zijn in die associaties. Nou, hier slaat de twijfel toe. Bij mij een andere kant uit dan bij jou. Maar dit is nou precies een van die dingen waar het om gaat, wat mij betreft. Overigens. Je kunt dus afvragen, waar komen ideeën dus vandaan? Ze kunnen ook gewoon van anderen komen. Darwin is een goed voorbeeld. Hij las bijvoorbeeld bij de geoloog Lyell, of Lyell moet je misschien zeggen, over aardlagen die verschillende ouderdom hadden. En hij las bij Malthus, de demograaf, dat bevolkingen niet ongelimiteerd door kunnen groeien. Combineerde dat en kwam zo tot zijn evolutietheorie. Dus het is ook vaak een heel goed idee om eens buiten je eigen vakgebied te kijken en geen vakidioot te zijn, om op nieuwe ideeën te komen. Je kunt je vervolgens wel weer afvragen hoe die anderen op hun ideeën zijn gekomen. Maar dit is een prima manier om tot iets nieuws te komen. Wat ik hier nu allemaal heb geschetst is iets wat Ab Dijksterhuis ooit het slimme onbewuste heeft genoemd. Maar wat ik hier dus eigenlijk bij wil benadrukken, is dat wij zelf dat onbewuste dus zo slim hebben gemaakt. En Dijksterhuis die heeft wel als titel het slimme onbewuste, maar hij geeft een hele hoop voorbeelden waar je iemand dus kunt bedonderen via zijn onbewuste. Door mensen bijvoorbeeld allemaal zich bezig te laten houden met onderwerpen die met de ouderdom te maken hebben. En dan te meten hoe lang iemand erover doet om na die proefneming weer terug naar de lift te lopen. Dan blijken mensen die zich daarmee bezig gehouden hebben, er veel langer over te doen dan mensen die zich bezig hebben gehouden met dingen die met de jeugd te maken hebben. Zo zijn er een heleboel manieren om dat onderbewuste te bespelen. Dat weten we van de reclame en de propaganda weten we dat natuurlijk ook. Je kunt dus op het verkeerde been gezet worden. Je kunt door je ouders bepaalde vooroordelen bijgebracht worden of door je cultuur. Je kan ze ook zelf ontwikkelen trouwens, daar niet van. Maar je kunt ook gewoon
in de weg gezeten worden door volkomen terechte manieren van kijken en denken. En die leiden dan tot visuele illusies. U snapt meteen waar deze Müller-Lyell-illusie, zo heet deze, waar die over gaat. Hè? Die twee verticale streepjes zijn even lang. U weet het. Maar het lukt niet om dat echt te zien. Dan moet je echt met een meetlat gaan aan de gang gaan. En anders zie je het niet. Nu is het interessante dat ze deze visuele illusie ook losgelaten hebben op volkeren die jager-verzamelaar zijn en in hutjes wonen. En die hebben hier, die zien niet wat ons probleem is. Die zeggen, ja, die zijn toch even lang, wat is je probleem? En dat heeft ermee te maken dat zij, ja, dat zal inmiddels wel anders zijn, wij zijn gewend om plaatjes ook driedimensionaal te zien. En dan zien we hoeken hier, een hoek van een kamer en een hoek van een huis, en dan hebben we nog last van perspectiefjes zien. En zo kunnen we bijvoorbeeld, als we een foto van een tafel zien, dan is dat altijd een trapezium. Want die tafel wordt nooit van bovenaf gefotografeerd, maar altijd van opzij. Maar toch zien wij daar een rechthoek. Want het is een tafel. En zo zien we dit ook. En dan concluderen wij dat de ene langer moet zijn dan de andere, omdat die perspectiefjes dichterbij of verder weg zou zijn. En dan moet je me niet vragen welke dan dichterbij of verder weg zou zijn. Laat maar. Het volgende voorbeeld is misschien nog duidelijker. Dat is iets wat de kleurconstante, die helpt ons ook om niet te denken dat als je een sinaasappel in het licht houdt en vervolgens in de schaduw, dat je niet denkt, oh, dat is opeens een hele andere vrucht, want hij heeft een andere kleur gekregen. Nee, in je gedachten blijft die kleur constant. En hier is het plaatje gemaakt alsof er een schaduw ligt op dat witte vlak en dat A en B, A ligt dus in het licht en B in de schaduw. Nou, je ziet duidelijk dat A donker is en B licht, nietwaar? Maar dat is helemaal niet zo. En dat zien we hier. Als je die vlakjes verdeelt, als je die verbinding wegdenkt, dan zie je opeens weer, ja, donker en licht, maar die verbinding is dezelfde tint en het is toch echt hetzelfde. Dus het is heel terecht dat je die kleurconstante altijd gebruikt bij de dingen die je ziet, maar dat kan je toch op het verkeerde been zetten. Nou zijn dit alleen maar visuele illusies en zijn speeltjes. Vervelend, hè, dit? Ja. Ja. Maar je kunt ook bij veel belangrijker dingen op het verkeerde been gezet worden. En dat is wat we in de krant vaak lezen, hè? Dat er een rechterlijke dwaling is, omdat iemand meteen conclusies heeft getrokken uit iets, maar wel de verkeerde conclusies. Of artsen die verkeerde diagnoses stellen, omdat ze te snel tevreden zijn met het patroon dat ze denken te herkennen. En dat overkomt ons allemaal, en in alle vakken kan dat gebeuren. En degene die zich daarmee bezig heeft gehouden is alweer een Nobelprijswinnaar, dat is Daniel Kahneman. En die heeft dat genoemd thinking fast and slow. Er zijn twee manieren waarop je kunt denken. Dat is dat snelle denken, dat is dat patroon herkennen, wat wij allemaal zonder enige moeite doen. En wat ons, ja, naar conclusies doet springen, hè? Jumping to conclusions. En het langzame denken, dat nog eens even vraagtekens kan zetten bij wat je als eerste door je hersens wordt voorgeschoteld. Dus je kunt je eigen hersens als het ware wantrouwen en nog eens even nagaan, maar hoe zit het eigenlijk? Hoe zit het nou echt? Hij heeft daar verschrikkelijke voorbeelden van, hoe rechters en hoe artsen in de fout gaan door te snelle conclusies en door dat ze geframed worden wat betreft hun onbewuste, zoals ik dat net al bij Dijksterhuis liet zien. En dus dat betekent dat als je je dutje gedaan hebt, dat er daarna toch nog een hoop werk voor je ligt. Hè? Dat moet je niet meteen op vertrouwen dat er wat er zomaar binnenkomt, dat dat ook juist is. Ik heb nog een klein stukje over de twee hersenhelften. Hebben jullie daar nog zin in? Ja? Nou, dan gaan we dat doen. Want de hersenen zijn dus, dat heb ik geprobeerd duidelijk te maken, de hersenen zijn dus een instrument. Wij maken daar gebruik van. We kunnen daar afstand van nemen.
van wat die hersenen ons voorschotelen. Want die hersenen die sturen ons bewustzijn wel. En dat bewustzijn, dat is heel logisch dat zich dat laat sturen, want het heeft zelf die hersenen zo gemaakt. Ja? Goed, de twee hersenhelften. Hier ziet u ze van onder gefotografeerd. U ziet de rechter hersenhelft links en de linker hersenhelft rechts. Even om het wat... om het niet al te eenvoudig te maken. U ziet dat het helemaal niet zo symmetrisch is. U ziet dat die rechter hersenhelft, dat die eigenlijk een stuk dikker is dan de linker. En u ziet dat de achterkant van de linker hersenhelft groter is dan van de rechter en vooraan is het andersom. En u weet misschien dat vooraan, frontaal, dat dat heel belangrijk is voor onze... dat noemen we executieve functies. Dus daar waar wij echt met ons volledige bewustzijn erbij willen zijn. En het werkgeheugen. Dat die linker hersenhelft wat dunner is, dat blijkt ook in de verbindingen. Die linker hersenhelft heeft eigenlijk voornamelijk verbindingen in diezelfde hersenhelft. Terwijl die rechter hersenhelft heeft verbindingen ook in dezelfde hersenhelft, maar ook veel meer met de rest van het lichaam en met die andere hersenhelft. En dan zou je denken, ja, dat is allemaal niet zo'n probleem, want ze zijn toch verbonden met elkaar door de hersenbalk, de corpus callosum heet dat. Ja, zeker, er lopen ongelooflijk veel verbindingen van links naar rechts en andersom. Nou is het interessante dat het allergrootste deel van die verbindingen, die hebben de taak om de andere hersenhelft te onderdrukken, te silencen, tot zwijgen te brengen. Dus als de ene helft bezig is, dan laat hij de andere, hou jij je maar even koest. Waarom zou dat zijn? Je kunt je al voorstellen dat die twee hersenhelften, omdat ze zo verschillend soorten verbindingen hebben, dat die ons verschillend dienen. En dat heeft een evolutionaire reden. Waarom zou de ene hersenhelft de andere nou onderdrukken? Dat is omdat ze met elkaar conflicterende taken hebben. En dat is evolutionair begonnen en dat kunnen we het mooiste zien bij de kip. Ik heb zelf kippen, ik heb dat heel goed kunnen bekijken, maar iedereen heeft wel eens gezien hoe een kip scharrelt. Hè? Als die wat voer zoekt, dan scharrelt hij zo en doet hij een paar stapjes naar achteren. En dan kijkt hij met één oog naar beneden. En dat is altijd zijn rechteroog. En dan kijkt hij of daar iets eetbaars is. En als hij iets herkent, dan pikt hij. En dat andere oog, ja, een kip die wil wel eten, maar die wil niet gegeten worden natuurlijk. Dat andere oog, dat houdt de omgeving in de gaten of er niet een buizerd ergens in de lucht hangt. Of een andere dreiging. Of andere onverwachte indringer. En dat zijn twee verschillende manieren van de wereld bekijken. Het ene heel gedetailleerd op iets kijkend naar iets bekends. En het andere in het grote geheel naar iets verwacht, onverwacht uitzien. Dat zijn twee dingen die je niet tegelijk kunt, hoe goed je ook bent in het multitasken, dat kun je niet zo goed tegelijk doen. Dus dat is uitbesteed aan twee verschillende ogen. En dat wil dus zeggen aan twee verschillende hersenhelften. Want zoals u weet, de linker hersenhelft, die regeert de rechter lichaamshelft en andersom. Dus het rechter oog van die kip die is verbonden met de linker hersenhelft en andersom. Dus die rechter hersenhelft die houdt zich bezig met details, met het bekende, met eten ook. En nou is het bij die kip heel makkelijk, want die heeft zijn ogen opzij. Dus die kan of het ene of het andere oog gebruiken. Maar roofdieren en primaten, en wij zijn ook primaten, mensen, die kijken dus vooruit. Dus die zien met beide ogen linker en rechter gezichtsveld, wat een kip dus niet kan. Maar er is voor gezorgd dat die linker gezichtsveld, het linker gezichtsveld, in de rechter hersenhelft terechtkomt en andersom. Omdat, nou ja, je kunt het hier zelf volgen. Hier wordt het inderdaad gekruist, maar die buitenkanten, die voor de andere... Dit is de rechter gezichtsveld en dit is het linker gezichtsveld. Die linker die komt toch rechts terecht en die rechter komt toch links terecht. Dus het geldt ook voor, men,
voor dieren en mensen die hun ogen frontaal hebben. Dat zeg ik er maar even bij, want dat krijg ik altijd als tegenwerping. Hoe zit het dan daar? Maar dat vertel ik u maar meteen. Arenden, dus roofdieren, de arenden hebben ook een ogen frontaal. Ja, je ziet hem nu opzij, maar toch zitten ze zo, kijken ze frontaal langs hun snavel. Die grijpen ook met hun rechterpoot zo'n vis uit het water. Kraaien kunnen zelfs instrumenten gebruiken. En die gebruiken, en u ziet hier zijn linkeroog. Wij zien hun, maar dat linkeroog kan niet zien wat er hier gebeurt, want dan zit dat stokje voor. Daar kijkt hij met zijn andere oog naar. Dus hij gebruikt ook zijn rechteroog als die instrumenteel bezig is. Dat geldt ook voor alle dieren dat ze hun rechterhand bijvoorbeeld gebruiken om, en dat gaat altijd over eten, om iets instrumenteel te doen. En het interessante is dat dat ook bij ons mensen zo is dat de linker hersenhelft de dingen graag begrijpt zoals je machines, door mensen gemaakte machines of instrumenten begrijpt. Of wanneer je iets eet, dan pulk je het graag uit elkaar om het een beetje behapbaar en ook begrijpelijk te maken. En ook dat is iets van de linker hersenhelft. Die wil graag het liefst alles in kleine delen uit elkaar halen om te begrijpen hoe iets in elkaar zit. Terwijl de rechter hersenhelft die denkt, ja, maar je ziet pas waar iets voor is als je iets in zijn geheel ziet. Het is allebei waar natuurlijk. Maar dat zijn nou de twee taken van de beide hersenhelften. Dus de linker is gedetailleerd bezig, het bekende, het instrumentele. En de rechter hersenhelft met het geheel, de context waarin iets is. En het wil de dingen ook organisch zien, zoals dat in de natuur is. U voelt het al een beetje aankomen, maar u weet dat in de linker hersenhelft ook de spraakcentra zitten. Hè? Dat is niet helemaal waar, maar het is wel zo dat als die uitvallen, dan kan iemand niet spreken. En als de rechter hersenhelft is uitgevallen, dan kan iemand nog wel spreken. Maar als die rechter hersenhelft is uitgevallen, dan kan iemand nog wel spreken en de dingen verstaan, maar dan snapt zo iemand het onverwachte niet meer. Dus de metaforen, de ironie en grappen, die gaan zo iemand voorbij. Nou, u ziet al aankomen, om iets onverwachts te denken, om tot nieuwe dingen te komen, moet je je rechter hersenhelft de kans geven. En dat is hier in Delft een apart verhaal, want in Delft wordt vooral van de linkerhelft, de hersenhelft, gebruik gemaakt. Dat is nou helemaal zo. Er is nog iets interessants over die linker hersenhelft te vertellen. Ik vertelde al dat die zich vooral met zichzelf bezighoudt, hè, wat zijn verbindingen betreft. En als nou de rechter hersenhelft is uitgevallen en je dus alleen nog maar de linker hersenhelft tot je beschikking hebt, dan is je linker ledematen zijn dan verlamd. Hè? Dat is logisch, want die rechter hersenhelft is uitgevallen. Dus links ben je dan verlamd. Het rare is dat bij die mensen, die hebben dus niet alleen maar verlamming in die ledematen, maar die ontkennen zelfs dat die ledematen bij hen horen. Als ze daar in bed liggen en je zegt, hey, beweeg dat been eens, dat been is niet van mij. Ik weet niet wie dat daar neergelegd heeft. Dat heet neglect. Onverschillig zijn. Ja, negeren, precies, dat is het woord. En als het visueel ook het geval is, dan ziet zo iemand ook zijn linker gezichtsveld niet meer. Terwijl dat andersom niet is, hè? Dat is alleen als de rechter hersenhelft is uitgevallen. En dan kun je dus vragen, teken dat eens na wat je daar links ziet en dan krijg je dus zo'n resultaat. De hele linkerkant wordt niet gezien en ook niet getekend. Waarom die kat daar twee staarten heeft, weet ik niet. Maar hij tekent, of zij, maar één. En het interessante is nu dat die linker hersenhelft, die heeft ook iets met logica te maken. En die is heel goed in de theorie. En die kan zo met logisch doorredenerend in de theorie doorredeneren, dat dit op het laatst helemaal niets meer met de realiteit te maken heeft. Dat je dus als het ware een soort tunnelvisie krijgt,
verkeerde kant uit. En dan krijg je dus zoiets. Nou, wat kun je daar nou aan doen? Hoe kun je er nou voor zorgen dat die rechter hersenhelft de kans weer krijgt? Dat kan je doen door bijvoorbeeld die linker hersenhelft, die innerlijke dialoog, eens even te stoppen, want die praat er voortdurend doorheen. En hoe doe je dat, de innerlijke dialoog stoppen? Dat wordt gedaan met mindfulness of met meditatie of met zo'n dutje. Kunst is ook heel belangrijk om je mee bezig te houden, om die rechter hersenhelft weer wakker te krijgen. En bewegen, niet te vergeten. Mijn beste ideeën heb ik op de fiets altijd gekregen. En trouwens ook wel mediterend, en dat is eigenlijk niet de bedoeling, want dan horen die gedachten helemaal niet boven te komen, maar dan gebeurt het juist, hè. Maar het allerbelangrijkste misschien nog wel is de natuur. Dat zorgt ervoor, als je daar, en dan heb ik het dus niet over het bepalen van iemands genoom, het DNA, maar echt gewoon de natuur in. En niet alleen omdat dat inspirerend is, maar dat kan je ook veel leren. En om nu met een citaat van Einstein te eindigen: everything one can imagine, nature has already created. Dank jullie wel. Dankjewel. Ik begin eventjes zelf met wat vragen, als dat mag. Ja. De naam van Swaap is al eventjes gevallen aan het begin. Heb ik dat? Nee, toch? Nee. Probeer ik altijd niet te doen. Ja. Ja, je noemde al de Delftenaren zijn een beetje left brain. Ja, ik geloof dat dat wel waar is, hoewel ik voor Delftenaren wel moet opkomen. Ik ben ook een Delftenaren. Ja, nee, ja. Maar dat is een andere soort. Nee, ik heb ook last van mijn linkerhersen. Aan de andere kant hebben we hier heel veel briljante mensen rondlopen die ook heel muzikaal zijn, of toneelspelen of wat dan ook. Dus ik denk dat het op zich meevalt, maar ondanks de clichés. Wat is nou voor jou het moment geweest dat je dacht van ja, Swaap, wij zijn ons brein. Dat kan toch ook nog wel eens anders zijn? Wat is bij jou het aha-erlebnis geweest? Nou, dat was eigenlijk al lang voor Swaap, moet ik zeggen. Het is allemaal begonnen zo in de jaren 90. Ik had heel veel AIDS-patiënten in de praktijk. En dat was volkomen nieuw, dus ik heb echt van het allereerste begin meegemaakt. Je vraagt je af nu natuurlijk, van hoe kom je nou van AIDS-patiënten bij hersenen? Maar uiteindelijk kom ik er wel. Dat was fascinerend om mee te maken. Wat een ongelofelijke lawine en een stormvloed aan wetenschappelijke vondsten er werd gedaan in het begin van het AIDS-tijdperk, zal ik het maar noemen. En dat was dus naast die geweldige emotionele rollercoaster waar je in zat met al die jonge mensen die allemaal veel te vroeg stierven. Dus het was aan de ene kant heel emotioneel, aan de andere kant ongelooflijk inspirerend om de wetenschap daarachter te komen. Toen ben ik voor de wetenschap gevallen. Daarvoor was ik al lang huisarts en tot mijn schande moet ik zeggen, vond ik de wetenschap eigenlijk niet zo interessant. En vanaf dat moment dus wel. En tegelijkertijd, dat was ook de tijd van, ik geloof dat het het decennium van de hersenen al was, decennium of the brain. Terwijl ik dus bezig was met rode oortjes te lezen over het immuunsysteem, wat er nu weer allemaal ontdekt was, zag ik ook allemaal artikelen over neurowetenschap en dat trok mijn aandacht ook verschillend. En toen al lezend kreeg ik steeds meer het idee van, maar het lijkt er wel op dat de uitkomst zou moeten zijn dat wij onze hersenen zijn. En dat heeft ontzettend veel consequenties en ik geloof er eigenlijk niks van dat dat zo is. Dat moet op de een of andere manier anders zijn, maar hoe dan? En toen heb ik een stuk geschreven voor Medisch Contact, waarin ik dat betoogde dat neurowetenschappers eigenlijk zeggen dat wij onze hersenen zijn. Ik werd toen opgebeld door een van de redacteuren, de wetenschapsredacteur, en die vertelde me, dat stuk gaan we niet plaatsen, want dat zullen neurowetenschappers nooit zeggen dat wij onze hersenen zijn. En dat was ergens midden in de week, dat gesprek. En in het weekend kwam, ik las toen nog Trouw. Die heb ik opgezegd niet omdat ik er geen goede krant vond, maar omdat die met de post kwam. Dus het weekendbijlage, die kwam pas op maandag. In het weekendbijlage stond een artikel van Dick Swaap, wij zijn onze hersenen.
Dus het was wel zo. En toen dacht ik, ja, hier heb ik toch iets te pakken, dat is te belangrijk om te laten liggen. Dus vanaf dat moment ben ik daar ontzettend door gefascineerd geraakt en mee doorgegaan. En als ik jou nou op de wetenschappelijke pijnbank zou leggen... En dat was in 2000 was dat, ja. Als ik je op de pijnbank zou leggen en je moet een keuze maken van zijn wij ons brein of juist niet? Wat komt er dan nu uit? Wij maken ons brein en dat staat ons geweldig ten dienste. Dat is een fantastisch instrument waar we niet zonder kunnen. En daar mogen we ontzettend dankbaar voor zijn, maar wij maken er gebruik van. Ja. Je noemde al die uitzonderlijke verhalen van mensen die dus een zware hersenbloeding hadden gehad en er weer bovenop kwamen. Dat zijn natuurlijk de uitzonderingen, maar die geven je natuurlijk ongelooflijk veel inzicht in... Ja. Hoe dat brein wel of niet functioneert. Want het is wel waar, het is wel gebeurd en het gebeurt en nog steeds. Het zijn juist de uitzonderingen waar je dan de grootste inzichten in kunt krijgen. Dat is vaak zo, ja. En dan kom ik bij jou niet onbekend waarschijnlijk, Pim van Lommel. Mm-hmm. Hoogleraar cardiologie. Die ken ik goed. Ja, en hij is natuurlijk een aantal jaren geleden met een ander fenomeen wat met de hersenen te maken heeft, met het bewustzijn. De bijna doodervaring, waarbij patiënten eigenlijk volgens de medische wetenschap min of meer dood zijn. Hè, dus in ieder geval klinisch. Later weer tot leven worden gebracht door reanimering of dergelijke. En die dan vertellen van, ja, ik was niet weg. En ik, sterker nog, ik had een enorm verruimd bewustzijn. Ik heb allerlei dingen meegemaakt, ook van de operatie. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat een belangrijk dossier, wat jou betreft ook? Ja, dat is ook zoiets. Dat kan je ook inzicht geven. En Pim van Lommel is ontzettend aangevallen. Vooral door mensen die denken dat wij ons brein zijn. Want dat kan natuurlijk niet, dat er bewustzijn is als je brein is uitgeschakeld. Dus ze zeggen, of dat brein deed toch nog wat. Weliswaar dan de schors niet. En hoe ze dan denken dat er dan toch nog bewustzijn komt, terwijl altijd beweerd wordt dat je die schors nodig hebt om bewust te zijn, weet ik ook niet. Of door te zeggen dat het eigenlijk allemaal flauwekul is, dat mensen maar wat verzinnen. Dan zijn er heel veel mensen die ongeveer dezelfde dingen verzinnen. En het zijn al hele oude verhalen. Plato schrijft al zoiets en voor die tijd zijn er ook al verhalen van mensen die teruggekeerd zijn vanuit een bijna dood. Nu gebeurt dat natuurlijk veel vaker omdat we zulke fantastische resuscitatietechnieken hebben. En specialisten in die technieken die komen dat dan ook vaker tegen en nemen dat ook vaak veel serieuzer dan die deterministische neurowetenschappers die zeggen dat wij ons brein zijn. En ja... Ik zou niet inzien waarom dat bijna dood, die ervaring niet zou lijken op echt doodgaan. Mm-hmm. Want die mensen zijn soms echt, die voldoen helemaal aan alle kenmerken van echt dood zijn. En het brein functioneert eigenlijk niet meer. Want er zijn heel veel gevallen waarbij het helemaal stil is. Mijn laatste vraag voordat jullie aan de beurt zijn. Wat is naar jouw zoektocht van 15 jaar zo'n beetje... De conclusie als het gaat over waarom is er toch zo'n enorm taboe op het feit dat de wetenschap, en dat ik generaliseer waarschijnlijk, maar gewoon in zijn algemeenheid zegt van nee hoor, wij staan eerder achter Dick Swaap dan achter een Pim van Lommel of achter een Arie Bos als het gaat over dit onderwerp. Ja, nou dat is heel begrijpelijk. Dat is eigenlijk al sinds Descartes aan de gang dat we ontzettend sterk zijn geweest in het onderzoeken van alle materie en de materiekant van alle verschijnselen. En dat ons dat heel ver gebracht heeft. En dat heeft in de 19e eeuw zelfs een aantal Duitse onderzoekers zo ver gebracht dat ze gezworen hebben de waarheid te verkondigen dat er niets anders is dan materie en natuurkundige verschijnselen. En dat het leven niets anders is dan materie en bewustzijn ook. Over bewustzijn hadden ze het trouwens niet. Maar goed, vanaf dat moment, ja, dat is de kracht van de wetenschap gebleken, zo'n afspraak. Maar ja, het is een afspraak. Het is niet een uitkomst van wetenschappelijk onderzoek dat er geen niet-materiële dingen bestaan. Sterker nog, zonder bewustzijn, wat niet op wat voor materiële manier dan ook te beschrijven is, zouden wij ook geen wetenschap hebben. Ja. Dus dat is al het eerste wat je kunt aanwijzen als iets wat niet valt onder... Maar dan zou je het bijna kunnen scharen onder onwetendheid of onkunde. Dat hele veld van bewustzijnsonderzoekers in alle verschillende disciplines. Hè, je zou kunnen zeggen
de mensen die aan meditatie doen, of de neurowetenschappers die gewoon verder durven kijken dan alleen het materiële aspect, dat daar toch... Ja, het is niet zomaar een taboe. Hè. Er zit veel emotie achter, waar we het niet over zouden hebben vandaag, maar die zit er wel. Ja, maar het is niet zo dat alle neurowetenschappers of alle wetenschappers zo denken. Er zijn een heleboel die zo denken als ik. Wat verandert de laatste jaren? Ja, maar dat is al een tijdje aan de gang. Maar dat is ook in de jaren 50, toen had je Benjamin Libet, dat is een idool van mij, zou je kunnen zeggen. Die heeft proeven gedaan waar veel neurowetenschappers de consequentie aan hebben verbonden dat wij geen vrije wil hebben. Hij zelf ontkent dat dat zo is, want dat was iets met drukken op een knopje. En dan bleek dat vlak voordat iemand besloot om op dat knopje te drukken, er al hersenactiviteit was. Die hersenactiviteit is bij latere proefnemingen gebleken, heeft niks met het drukken op dat knopje te maken. Sterker nog, hij gaf mensen in overweging, doe zo nu en dan ook eens, neem ze nu dan het besluit om te drukken en doe het dan toch niet. En het bleek dat als iemand het toch niet deed, dat daar geen hersenactiviteit aan vooraf ging. Dat is natuurlijk toch heel gek. Mm-hmm. Daar hadden de hersenen dus geen bemoeienis mee. Waar kwam dat dan vandaan? Hij heeft ook nog onderzoek gedaan bij mensen die een open schedel hebben vanwege tijdens een operatie, vaak vanwege epilepsie. En dan prikkelde die een plekje wat overeenkwam met... met de duim bijvoorbeeld. En mensen zeiden dan dat ze voelden dat hun duim geprikkeld werd. Nou, dat is reuze interessant. Dan denk je van, dus daar wordt het bewust, hè, in dat plekje in de hersenen. Maar toen heeft hij de volgende proefneming gedaan. Heeft de andere duim is die ook gaan prikkelen. En dan had hij al gemerkt bij die eerste prikkeling dat pas gevoeld werd door mensen als het langer dan 500 milliseconden, oftewel een halve seconde. Het moest zeker een halve seconde duren, die prikkel, voordat mensen dat voelden. Toen is hij dus het volgende gaan doen, heeft hij mensen dus geprikkeld in de hersenen, maar 200 milliseconden na de prikkeling in die hersenen, heeft hij de andere duim direct geprikkeld. 200 milliseconden daarna. En de mensen voelden dat meteen op het moment dat ze daar geprikkeld werden. En voelden pas later die prikkeling in die duim die via de hersenen geprikkeld werd. Dat vroeg dus om een verklaring. En daar heeft hij toen een bijna bovennatuurlijke verklaring aan verbonden. Hij zei, kennelijk zorgen de hersenen ervoor dat ze als het ware terug in de tijd iets plaatsen wat je ervaart. Ja. Ik heb dan het idee, veel eenvoudiger, en je weet dat in de wetenschap geldt het scheermes van Ockham, de eenvoudigste verklaring is te prefereren. De eenvoudigste verklaring zou zijn dat het bewustzijn kennelijk hier al is. En later in de hersenen. Boeiend, ja. Boeiend. Ik ga de zaal rond met de microfoon, want dan kunnen we het allemaal opnemen. Gaan we beginnen bij jou. Nou, misschien aansluitend op dat verhaal van net... Vraag ik me af, misschien maak je hersenen ook een logisch verhaal van het plaatje, want we zijn als mens heel goed in verbanden leggen. Denkt u niet dat het bijvoorbeeld met een bijna doodervaring, dat je hersenen het als het ware goed praten, of die prikkel die je dan anders ervaart, dat die als het ware vertaald worden naar een realiteit? Dat doen hersenen, want dat hebben we ze zelf geleerd. En krijg je ook die visuele illusies, daar heb je helemaal gelijk in. Maar hersenen die niet meer functioneren, die kunnen ook niks goed praten, naar mijn idee. Ja, maar achteraf. Oh, achteraf. Ja, dat is altijd de tegenwerping, dat het achteraf... Ja, mensen kunnen het pas achteraf vertellen. Dat is waar. Maar ze vertellen vaak controleerbare dingen die tijdens het stilliggen van de hersenen zijn gebeurd. In die kamer waar bij de operatie bijvoorbeeld... Er was een vrouw die was... waren de hersenen bloedleeg gemaakt en gekoeld tot heel koud. Dus die hersenen die hadden geen bloed meer, konden dus niet functioneren. En later vertelden ze toch dat ze wat mensen besproken hadden en hoe de operatie gebeurd was. En dat had ze van tevoren niet kunnen weten. Dus dat pleit daar weer tegen. Ja, als je daar induikt, dan kom je de meest bizarre verhalen tegen. Ja, kom bij jou.
Ik heb nog wel even een vraag, inderdaad. Ik hoor van u, u gelooft erin dat bewustzijn is niet de hersenen. Maar wat is het bewustzijn dan wel? Ja, goeie vraag. To be or not to be. Dat kunnen wij dus niet in natuurwetenschappelijke termen beschrijven. Dus dan moeten we doen met zoals wij allemaal ons bewustzijn ervaren. Namelijk dat het een kwestie van ervaren is. Maar het is niet gemaakt van iets. Want daar vraag je eigenlijk naar. Hè? Wat is bewustzijn dan? Waar is het dan van gemaakt? Het is niet ergens van gemaakt. Het is een functie. Je zou kunnen zeggen, het is een activiteit. Waar zijn mijn woorden van gemaakt? Ja. Nee. Nee, ja. Nee, mag ik een vraag stellen aan jou? Vind je het ongemakkelijk als het niet door de hersenen zou zijn gemaakt? Vind ik het ongemakkelijk? Nee, ik zit gewoon te denken van, tot voor dit dacht ik inderdaad, ja, onze hersenen die sturen ons aan. Ik ook. En is iets nieuws wat ik heb gehoord, dus ik denk erover na. En ja, ik denk erover na. Maar die ongemakkelijkheid. Nou, er zijn wel mensen die het wel ongemakkelijk zouden vinden als het bewustzijn niet door onze hersenen gemaakt wordt. Dat is nou juist dat taboe wat er dan speelt. Hè? Als je dat niet hebt, dan zou ik zeker aanraden om de boeken van Arius te lezen. En dat begint dan met hoe de stof de geest kreeg. Want daar laat je ook een hele grote historische lijn zien van hoe alle culturen en eeuwen hebben nagedacht over wat is bewustzijn. Dat is toch een van de meest cruciale vragen die de mens in zijn leven natuurlijk krijgt. Wie nog meer? Dank je voor de mooie voordracht. Ik heb een vraagje over, in de biologie leren we vaak over de receptoren, ogen, neus, smaak en zo, receptoren en zo. Maar zouden de hersenen ook ergens receptoren kunnen bevatten die wij nog niet kennen? Want er zit ook een schedel rond die iets afschermt, zeker harde kloppen en zo. Maar ja, zijn er andere signalen die toch doorheen kunnen dringen? Dan zou je dus de hersenen als een soort zintuig zien. Ja, zo wordt het neurowetenschappelijk nooit beschreven, maar ik zou dat eigenlijk met je eens kunnen zijn. Met onze hersenen kunnen wij onze gedachten waarnemen, bijvoorbeeld. Dus bedoel je ook zoiets? Ja. Ik had een... Ons hele lichaam heeft daarmee te maken. Ons hart ook. Nou, kijk. Ja, maar als ze niet... Nou, dat is op zich heel interessant hoe dat elektrisch gaat. Hè? Als een cel, een dierlijke cel heeft aan de buitenkant is die negatief en aan de binnenkant positief geladen. En als die cel doodgaat, dan komen opeens allemaal natriumionen en calciumionen naar binnen, die dus die negatieve lading hadden gedragen en die cel spat uit elkaar. Dat is eigenlijk het doodgaan van de cel, dat is een potentiaalverschil ter weerszijde van de celwand verliest. Nou, dat is precies wat er bij neuronen voortdurend gebeurt. Als een neuron geprikkeld wordt, dan verliest dat potentiaalverschil, dan wordt die gedepolariseerd, zoals dat heet. En dat gaat als een golf langs die hele celuitloper. En daarachter wordt die gelukkig weer hersteld. Dus eigenlijk elke functionerend neuron heeft een bijna doodervaring, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar al die elektrische stroompjes, die leveren ook levert een elektrisch veld en een magnetisch veld. Dat als het ware fluctueert. En je zou je inderdaad kunnen afvragen of daar ergens een verbinding is tussen de niet-materiële kant van het bewustzijn en de wel-materiële kant. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Er zijn mensen die dat denken. Maar daarmee zijn we nog niet zover dat we die echte verbinding kunnen de vinger opleggen. En dan hoe dan de causaliteit is, hè? Wat is nou de oorzaak van wat? Daar heb ik het wel, hoop ik, een beetje... overtuigend over gehad, hoop ik. Ja?
Nou, als elektrotechnicus vind ik dit natuurlijk een prachtige discussie. Er zijn ook heel veel ontwikkelingen op het gebied van siliciumchips en heel veel verbindingen die we kunnen maken op hele kleine schaal. Ja. Ja, dat zou je ook een beetje als een brein kunnen zien, hè? Ook heel veel verbindingen met elkaar. Je kunt verbindingen met het brein maken elektrisch. Ja, precies. Nee, dat kan zeker. Maar mijn vraag is eigenlijk, als je dat doordenkt en je gaat naar artificial intelligence, hè, hoe past dat in uw verhaal? Hoe ziet u dat? Oh ja. Nou, artificial intelligence kan ongelooflijk veel intelligentie tevoorschijn brengen, maar het zal nooit ons eigen menselijke intelligentie evenaren, want daar heb je een lichaam voor nodig. Alleen al voor emoties heb je een lichaam nodig. Zonder lichaam lukt dat niet. Alle emoties die voel je in je lichaam, daar zijn uitgebreide onderzoekingen voor geweest. Gek genoeg zelfs, in alle culturen is dat hetzelfde. Wordt woede op dezelfde plek gevoeld, wordt schaamte op dezelfde plek gevoeld. En daar is geen fysiologisch substraat bij te vinden. Dus er gebeurt in het lichaam verder niks, maar je voelt het daar wel. Nou ja, een artificieel intelligent instrument heeft dat natuurlijk niet. Dus de emotionele kant zal nooit artificieel kunnen worden. De intelligentiekant, zeker de logica, ja, een computer kan alleen maar logisch denken. Die kan ook, die rechter hersenhelftkant zou je kunnen zeggen, die niet zoveel op heeft met de logica, maar die naar andere dingen kijkt, dat wordt ook weer moeilijker artificieel, denk ik. Overigens is dat voor sommige Delftenaren niet zo erg, want we hebben een hekel aan emoties. Dus als die kunnen worden uitgeschakeld, is het fantastisch. Niet? Nee. Ik overdrijf. Ik kom zo mee. Ja. Er was onlangs zeer interessant onderzoek gedaan. Ze hadden voor het eerst mensen onder een MRI-scanner gelegd, terwijl ze LSD kregen. Ja. Het psychedelische truc, waardoor deze mensen visueel een hele mooie ervaring hadden. Maar ook hun bewustzijn veranderde, hun perceptie van de realiteit veranderde. En die resultaten van de MRI-scan, dat in elke hersengroep was er veel meer activiteit, veel meer dan ooit normaal kan. Het was echt een vuurwerkshow. En denkt u dat dit soort onderzoek het bewustzijn meer kan gaan pinpointen? Of denkt u dat we er nooit achter gaan komen? Zoiets wordt heel vaak als argument gebruikt om te zeggen van ja, wij zijn gewoon een chemische reactie eigenlijk, hè, in ons hoofd. Maar als je nou denkt aan de hersenen als instrument, ja, dat instrument dat kun je natuurlijk ook ontstemmen, bij wijze van spreken, als je het vergelijkt met een muziekinstrument. Dat is niet zo moeilijk. Ik bedoel, dat gebeurt de hele dag. Als je in de puberteit komt, worden je hersenen anders omdat er opeens hormonen gaan opspelen. Bier in Delft is heel belangrijk. Nou, noem maar wat. Er zijn allerlei. Ik heb overigens in mijn wilde jeugd nog wel LSD gebruikt. Het is inderdaad een fantastische ervaring. Maar ik heb daar heel veel vrienden volledig de weg mee kwijt zien raken. Dus het is niet aan te raden om dat te veel te doen. Je verandert iets in je hersenen. En daarmee, je hersenen zijn je instrument en misschien zelfs wel je zintuig voor de wereld. En dus dat wordt verwrongen wat je denkt en wat je ziet. En dat kan leuk zijn. En dat kan, je kunt ook een bad trip hebben trouwens. En dat is helemaal niet leuk. Maar wat het zegt over het bewustzijn, weinig zegt wat over de hersenen. Ben je zelf ervaringsdeskundige? Nou, wat dan? Nee. Je staat niet op de camera hoor. Nee, ik was een tijdje geleden, had ik een paar studenten op bezoek en wij waren ook bezig over een psychedelisch programma. Iemand die veel wist van psychedelica. Dat was trouwens nog wel in de tijd voordat we het verbod hadden op paddo's. Maar ik denk, ja, dat doen we in Delft niet aan. Dus ik had een stuk of 8 studenten aan tafel. Ik zei, wie van jullie heeft wel eens een keer paddo's gebruikt? Er waren er 7 van de 8. Dus het had gekund. Maakt niet uit. Nou, ik niet. Wie had ik hier nog meer? Dat ligt al lang achter me. Ja. Veel van geleerd toch wel, of niet? Jawel, misschien heeft het wel iets geopend. Dat zou kunnen. Ja, ik heb eigenlijk 2 samenhangende vragen. In de eerste plaats, wat kan een mantelzorger van 24/7 nog doen bij Alzheimer? En in de tweede plaats, zijn er hersenactiviteiten bij een coma, een diepe coma? Nou, dat zijn niet zulke eenvoudige vragen.
Eén ding kan ik u alvast vertellen, dat bij Alzheimer ook neuroplasticiteit plaatsvindt, nog steeds. Dus zelfs mensen met Alzheimer kunnen nog dingen leren. En dat zijn vaak impliciete dingen, dus handelingen. Het hangt een beetje van af wat voor soort dementie er aan de hand is, welke gebieden van de hersenen niet meer meedoen. Maar er is wel degelijk neuroplasticiteit aangetoond. Maar ja, hoe verder je wegzakt in een dementie, hoe minder je daar nog aan hebt, zou je kunnen zeggen. Maar wat je hoort van dementiepatiënten, zeker in het begin, is dat ze er eigenlijk nog helemaal zijn. Alleen, ze kunnen zichzelf niet meer mannen, omdat hun instrument inderdaad aan het... Dat gaat achteruit. En heel hard ook. In coma is er nog hersenactiviteit. Vandaar dat er zijn scholen die zeggen, je moet blijven praten tegen comateuze patiënten. Want misschien beleven ze ook wel nog iets. Hè, dat zou overeenstemmen met die bijna doodervaringen. Want dat is ook een vergelijkbare situatie als coma. Of het gaat nog iets verder. Er zijn allerlei vormen van onbewustzijn, hè? Ook, je hebt bijvoorbeeld mensen die, die kun je dan in een MRI, nee, laat ik het iets anders vertellen. Er is een onderzoeker die legt zulke mensen in een MRI-scanner en die geeft ze opdrachten. Die zegt, denk nu eens aan tennissen. En dan blijkt er inderdaad een gebied in de motorische schors actief te worden. En de volgende vraag is, denk nu eens aan je huis, aan de inrichting van je huis. En dan is er een heel ander gebied wat actief wordt. Veel mensen zeggen, ja, dat zegt nog niks. En dat vond eigenlijk die hersenwetenschapper ook. En die zei, ja, maar nu gaan we het volgende doen. Wij spreken nu af dat denken aan tennissen, daarmee zeg je ja. En met denken aan de inrichting van je huis, daarmee zeg je nee. En dan werd er gevraagd, wat is de voornaam van je vader? En dan werden een aantal namen genoemd, waarvan één de naam was die klopte. En dan bleek inderdaad alsmaar nee gezegd te worden, doordat er gedacht werd aan de inrichting van het huis. Dus er werd niet nee gedacht, maar er werd aan de inrichting van het huis gedacht. Dat is een heel ander gebied. En die ene keer dat die naam juist was, werd er dus ja gedacht, althans er werd aan tennissen gedacht. Dus toen bleek opeens dat iemand wel degelijk een vorm van bewustzijn had die hij niet meer kon uiten. En zo zijn er een aantal mensen opeens kreeg de verpleging de medische staf er weer zin in om die mensen die dus goed reageerden om te kijken of ze die verder konden brengen. En er zijn een aantal van dat soort mensen weer thuisgekomen. Die met behulp van allerlei instrumenten kunnen communiceren met anderen. Arie, zijn er ook mensen bekend die uit hun coma zijn gekomen na hele lange tijd en daar toch een bepaalde mate van bewustzijn hebben ervaren tijdens het komen? Maar daar heb ik nou even niet zo precies een voorbeeld van. Maar daar heb ik wel over gelezen. Maar dat van een hele lange tijd. Er is een voorbeeld van een man die in coma was en die snurkte zo verschrikkelijk hard in zijn coma dat zijn vrouw er gek van werd. En die gaf die man een slaapmiddel en toen kwam die bij. En die was al jaren in coma en toen konden ze gewoon met elkaar praten totdat hij weer wegviel. En totdat ze hem weer een keer een slaapmiddel gaf, datzelfde slaapmiddel, en toen kwam hij weer bij. Heel eigenaardig. Heel eigenaardig. Ja, ja. Ja, dat soort voorbeelden zijn. Ja, maar daar leer je natuurlijk het meeste van, als het gaat over zoiets ingewikkeld als bewustzijn. Ja. De vraag van die ene jongen daar triggerde mij nog eventjes. Waarschijnlijk spreek je er ook wel over in je boek, over een wetenschapper die inderdaad ook niet onbesproken is. Dat is Rupert Sheldrake. Iemand die onderzoek doet naar waar komt het grotere bewustzijn vandaan. En je gaf zelf de voorbeelden dat op hetzelfde moment geografisch verschillende plaatsen op aarde mensen opstaan met eenzelfde soort idee. Noem maar de boekdrukkunst of de differentiaal vergelijking. Uiteindelijk in de geschiedenisboekjes krijgt één daarvan dan de credits. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat meerdere mensen daarmee rondliepen. En hij doet onderzoek naar dat mensen het grotere bewustzijnsveld kunnen aftappen.
op de een of andere manier. Dus niet lokaal gebonden bewustzijn, wat voor meerdere mensen toegankelijk is. Hoe kijk jij naar zo'n gedachte, dat zeg maar het brein op dat moment gewoon een ontvanger is geworden? Nou ja, dat volgt een beetje uit mijn verhaal hier. Dat als het bewustzijn niet door de hersenen wordt gemaakt, dat het dan ook van elders afkomstig zou kunnen zijn. En dat misschien zelfs, dat kent iedereen volgens mij. Ik heb dat met mijn vrouw heel vaak. Dan zitten we in de auto te zwijgen, want we zijn al heel lang getrouwd. En dan opeens, dan begint ze ergens over en dan zeg ik, ja, daar zat ik ook aan te denken. Kennen jullie dat niet? Dat is toch eigenaardig? Maar dat heb je eigenlijk alleen maar bij mensen die je heel naast staan. Ja. Mensen die je niet kent, kun je dat nooit bij hebben. Dat heet dan telepathie, geloof ik, hè? Ja. Geef er maar een woord aan, maar ik bedoel, dan praat je over bewustzijns, interactie op afstand, niet lokaal. Ja. Ja. Oké. Eerst een vraag. Jij nog een vraag. Ga je gang. Ik studeer geschiedenis en het voorbeeld van het boekdrukkunst is mij zeer bekend. Wordt vaak gebruikt. Voorbeeld, dat klopt niet. Oké, fijn. Goed, dan hebben we daar even duidelijk over. Ja. Heel kort uitleggend eigenlijk is, wat ik ben economisch historicus, wat je daar veel hoort is, dat op een gegeven moment gaat de maatschappij bepaalde vragen uiten, waardoor een bepaalde uitvinding ineens betekenis krijgt. En dus stempelen en zo was op een gegeven moment mogelijk. En de boekdrukkunst is echt dus net als op elkaar kunnen plaatsen. En als er weinig boeken gevraagd worden, dan is daar weinig vraag naar. Als op een gegeven moment die vraag groter wordt. Ik begreep wel dat in China ook ongeveer tegelijkertijd zoiets is. Ja, ik dacht dat ook eerlijk gezegd. Maar goed, ligt wel heel ver van elkaar. Ja. Ja, China was eerder, zo kan je. Ja. Nee, ja, het bewijst allemaal. Nee. Ja, het is een denkmodel die je daarop los kunt laten, maar die je ook niet kunt ontkennen. Je kunt niet bewijzen dat het niet zo is. Maar het is ook precies. Zeker niet, je kunt het niet. Nou, kijk eens hier. Nee, dit is niet het smoking gun. Dit is toch duidelijk? Nee, helemaal niet. Nee. Maar het is wel een goed idee om onze blik open te houden, in ieder geval. Ja. Ook wat jou betreft. Niet. Maar Laurens Jansson Koster, dat is onzin. Dat precies. Ja. 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 Nee. Ja. Nog iemand met een vraag? Anders dan, kom ik nog bij jou. Daarna gaan we lekker beneden aan een drankje. Oh, ik heb nog twee vragen. Nou, heb jij nog tijd, Arie? Ik wel. Is dat zo? Ja, maakt het uit. Nou, ik had eigenlijk nog heel kort een vraag om aan te haken op artificial intelligence. Ja. Want u had het dan over dat nooit zou kunnen evenaren aan wat mensen ervaren, omdat mensen een lichaam hebben. Maar mensen met fantoompijn, die voelen iets wat ze dus eigenlijk niet hebben. En in die zin zou een artificial intelligence dus ook iets kunnen voelen wat hij niet heeft. Het is een ingewikkelde dit hoor. Dit, even over nadenken. Die mensen hebben dat wel eerst gehad. Die mensen die... Kijk, daar is dat water voor. Mensen met fantoompijn... Wat studeer je? Even wachten. Food technology. Oh, kijk. Iemand met... hoe heet dat syndroom ook alweer? Die zonder armen en benen wordt geboren. Nee, niet bij DES. Nee, dat slaapmiddel. Wat toen. Softenon. Softenon-syndroom. Dat hebben jullie niet meegemaakt, maar in de jaren 50 werd dat voorgeschreven aan zwangere vrouwen. Fantastisch. En die kregen kinderen zonder armen en benen, met alleen handjes en voetjes. Die hebben geen fantoompijn. Dat kun je pas krijgen als je eerst armen en benen hebt gehad die eraf zijn gegaan. En. Daar valt nog heel veel over te zeggen, maar het interessante is dat zich niet in de hersenen, maar echt in het bewustzijn bevindt. En de manier om het te genezen is ook via een spiegel, waarbij je dus je goede arm beweegt. En door die spiegel lijkt het alsof die arm die je niet meer hebt, dat je die ook kunt bewegen. En dan is opeens die krampachtige, want het is een krampachtig soort pijn, fantoompijn, die kun je dan loslaten. Dus er gebeurt in de hersenen niks. Maar in je ziet niks op de scans van de hersenen, maar het zit dus ergens anders. Het is heel lang gedacht dat iets te maken had met gebieden die dan naast het gebied wat voor die ontbrekende ledemaat was bedoeld, ligt, dat die geprikkeld worden en dat dan pijn zou veroorzaken of het gevoel dat het lichaam stil er nog is, maar dat blijkt dus niet zo. Ik heb direct nog een hele interessante vraag, maar er komt er nog eentje aan hier. Hey. Ik had nog een vraag over die kip met die ogen, zeg maar. Ja. Dat je ene oog, eigenlijk aan het ene deel van de hersenen was toegewezen en de andere aan de andere.
Doet die microfoon het wel? Hallo. Oh. Hoe werkt dat bij links- en rechtshandigen? Heeft dat ook iets mee te maken? En ja. Zo, ja, dat heb ik, ja, daar had ik natuurlijk over moeten hebben. Je hebt links- en rechtshandigen. Is dat nou hetzelfde? Werkt dat nou hetzelfde? Het blijkt dat linkshandigen hun voor het grootste deel, ik geloof 80-90% van de linkshandigen heeft bijvoorbeeld zijn spraakcentra toch ook links. En eigenlijk al die andere aspecten die ik heb genoemd ook links. En er is nog een klein deel bij wie dat toch inderdaad andersom is. Of het ene hier en het andere daar. En ik heb zo'n vriend die heeft een rechtzijdige verlamming gehad. Nee, dus de rechter hersenhelft had hij een beroerte en hij kon niet meer praten. Nou, dat zou eigenlijk niet moeten mogen. Dus dat bestaat ook. Maar de grootste gemene deler, zou je kunnen zeggen, geldt het verhaal voor zoals ik dat heb gedaan. Maar er zijn uitzonderingen, zeker. Delen omgewisseld of word je links en rechts gewoon compleet omgewisseld? Of? Ja, allebei. En er zijn ook voorbeelden van mensen die als heel klein kind een beroerte hebben gehad in één hersenhelft, zodat die ene hersenhelft helemaal weg was. Of die vanwege een epilepsie, dat werd toen nog wel gedaan, één hersenhelft is verwijderd. En die helemaal, waaraan niets te merken is, die helemaal normaal functioneren en al hun mogelijkheden in die ene hersenhelft hebben ondergebracht. En die mensen hebben vaak soms ook nog een beetje van die savant eigenschappen. Zegt jullie dat iets? Savant eigenschappen. Dat komt voor bij mensen die een IQ van 60 of 70 hebben, maar die fantastisch kunnen rekenen zoals wij dat niet kunnen. Of een telefoonboek uit hun hoofd kunnen leren. En een enorm geheugen hebben. Ja. Een vraag die ik nog eventjes wou stellen is, er is heel veel te doen over orgaandonaties, hè? Nou kunnen wij ons brein nog niet transplanteren, hoewel ze daar toch mee bezig zijn. Ja, die man, die Italiaan, ja. Of er zijn mensen die denken, we moeten dat op een stickje gaan zetten en dan een nieuw brein en dan weer uploaden, zoiets. Ja. Dat is erg populair bij Delftenaren, denk ik. Vooral ook als je natuurlijk een chip kunt inbouwen, waardoor je in één keer 15 talen kunt spreken. Dat is fantastisch. Maar ik heb een keer gelezen over mensen die een orgaan kregen van iemand die dan zeg maar de afstand van deed, meestal door overlijden. En die daar in één keer eigenschappen door kregen, of herinneringen, die totaal niet hun herinneringen waren. Heb je daar ooit iets van gehoord? En hoe zou dat kunnen werken? Sterker nog, ik heb die boeken ook gelezen. En wat steeds duidelijker wordt, en dat heet embodied cognition, dus belichaamd cognitie, bewustzijn is niet hetzelfde, maar gewoon het weten hebben van, dus denken, zou ik het maar mee vertalen. Het blijkt dat eigenlijk al onze organen ook een rol spelen in het denken. Er wordt heel veel bekend over de darm nu, hè? Het microbioom zoals dat heet, al die kleine micro-organismen die wij in de darm hebben zitten, dat blijkt allemaal een enorme invloed te hebben op onze stemming, op onze voorkeuren, op, nou ja, van alles en nog wat. Maar rekenen bijvoorbeeld, het is niet voor niks dat we een tientallig stelsel hebben, noem maar op. Stereometrie zou ook erg moeilijk zijn als je niet zelf het gevoel kende van voor, achter, links, rechts. Dat is allemaal je positie in de wereld. Daar heel veel uitdrukkingen die wij gebruiken om überhaupt te kunnen nadenken, die zijn aan ons lichamelijk beleven niet voor niks ontleend. Blijkt dat als je een warme kop koffie in je hand hebt, dat je veel milder gestemd bent tegenover iemand met wie je praat dan wanneer je iets heel kouds in je hand hebt. En zo zijn er heel veel voorbeelden waarbij de invloed van het lichaam heel groot blijkt te zijn. Dus dit is vooral een emotionele kant, maar zelfs op het denken heeft dat een grote invloed. Vandaar dat die artificial intelligence toch altijd er anders uit zal zien dan menselijke intelligentie. Nou, een laatste vraag en dan gaan we aan de borrel. Is er via het onderzoek van dieren en nou ja, van ook mijn part, vanaf de eencellige iets te vinden hoe dat bewustzijn dan zit? Want dat, bij dieren is het natuurlijk weer anders ontwikkeld dan bij mensen of minder ontwikkeld, wat dan ook. Waar het bewustzijn zit? Ja, nou, dus we zoeken naar wat het bewustzijn is, waar het zit, waar het zit of waar het
is een heel verhaal. Lees mijn boek, zou ik haast willen zeggen. Want daar staat het in, daar heb ik het erover, inderdaad. Maar nou, wat interessant is, heel vaak wordt gezegd dat onze neurotransmitters, zoals serotonine, dopamine en zo, dat die ons gevoelsleven bepalen. Hè? Eencelligen hebben natuurlijk geen zenuwweefsel. Dus hoe moeten die nou bewustzijn hebben? En toch reageren die op de omgeving. Ze nemen waar en ze reageren erop. En waarschijnlijk, de stofjes die ze daarvoor gebruiken, zijn dezelfde als die wij als neurotransmitters kennen. Dat is al interessant. Maar ik kan me niet voorstellen dat een bacterie woedend kan zijn, dan wel zich schamen. Nou, wanneer komt dat? Nou, ik heb een poging gedaan om even met hele grote stappen door de evolutie te gaan. Dat wordt wat zorgvuldiger gedaan in mijn boek, zou ik haast willen zeggen. Even een slotvraag. Waar zie jij op dit moment dit vakgebied, als het gaat over het onderzoek aan het bewustzijn en het begrip daarvan, waar gaat dat naartoe op dit moment mondiaal in de wereld? De neurowetenschap? Ja, ja. Nou, ik denk, ik ken neurowetenschappers die steeds meer naar deze gedachten neigen. Dus ik denk wel dat dit veel normaler gaat worden om te denken dat we niet ons bewustzijn maken. Of dat onze hersenen niet ons bewustzijn maken, maar dat wij bewustzijn zijn en dat we gebruik maken van. Maar dat mag je rustig een revolutie noemen, op dit moment. Op dit moment, ja. 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 Oké, nou, dames en heren, we hebben op 9 mei een lezing in de aula. Dat gaat onder andere over artificial intelligence. En of het zo kan zijn dat wij als mensen alsmaar meer mechanische, materiële onderdelen krijgen. Dusdanig dat we straks misschien wel een cyborg zijn, een half mens en een half machine. En of daar allerlei morele en ethische kwesties aan kleven, nou ja, dat zal iedereen met ja beantwoorden. Maar hoe zich dat laat aanzien, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van deze wetenschap of voor techniek, zoals we dat in Delft doen met robots, dat is een heel interessant vakgebied. En ik nodig u uit om op 9 mei naar de aula te komen. Graag een hartelijk applaus voor Arie Bos. APPLAUS